Elke dag sterven er in Nederland 5 mensen aan zelfmoord. Dit roept bij mij als hulpverlener een gevoel van machteloosheid. Daarom geef ik je graag 3 tips over wat je hiermee zou kunnen doen. Tip 1. 10 september is het Wereld Suïcide Preventiedag. Op deze dag denken we aan iedereen die zelfmoord heeft gepleegd en aan iedereen die een poging heeft gedaan. We staan ook stil bij alle mensen die zijn geraakt door zelfmoord, familie, naasten en anderen. Toch geven we deze dag ook een boodschap van hoop. Kom in actie. Door te praten over zelfmoord doorbreken we het taboe. Uit onderzoek blijkt dat praten over zelfmoord zorgt voor oplichting. Het vermindert de eenzaamheid en het geeft steun in het vinden van een oplossing. Praten is niet altijd gemakkelijk, maar je kunt het leren en het is de moeite waard. Tip 2. Zorg ervoor dat je als hulpverlener voldoende bent opgeleid om in actie te komen bij suïcidepreventie. Uit onderzoek weten we dat als mensen gaan praten over hun suïcidale gedachten, ze ook sneller professionele hulp gaan zoeken. Maar wat als iemand bij jou komt met zijn suïcidale gedachten? Welke hulp geef je dan? Hoe behandel je en hoe begeleid je? Binnen de Panacea-groep is de training suïcidepreventie ontwikkeld. Er is een versie voor volwassenen en jeugd. In deze training leer je hoe je met deze vragen om kunt gaan en hoe jij in actie kunt komen. Het is het belangrijkste dat je niet schrikt en afwijst, maar dat je luistert en zo het verschil maakt in suïcidepreventie. Tip 3. Zorg ervoor dat je naasten betrekt als je erachter komt dat iemand zelfmoordgedachten heeft. Per dag sterven er 5 mensen door zelfmoord. 135 mensen worden door deze zelfmoord geraakt. Dat betekent dat er dagelijks 675 mensen door zelfmoord worden geraakt. Samenwerking is daarom heel erg belangrijk. Werk als professional samen met naasten, maar ook met ervaringsdeskundigen voor de veiligheid. Samen bereiken we meer. Suïcide kan soms worden voorkomen door betere zorg. Dit is de visie van het actienetwerk Supranet GGZ. Ook de Panacea-groep heeft zich aangesloten bij dit netwerk. In dit netwerk werken de organisaties samen om suïcidepreventie te verbeteren en te leren van elkaars ervaringen. De Panacea-groep vindt het belangrijk om hierbij aangesloten te zijn en wil jou ook oproepen om hiermee aan de slag te gaan. Ga naar de website van Supranet GGZ en zoek hieruit hoe jij jouw dagelijks werk kunt verbeteren met hun tips. Op deze manier kun jij een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal suïcides. Steek op 10 september een kaarsje aan ter nagedachtenis aan iedereen die zelfmoord heeft gepleegd. Maar ook als teken van hoop dat we allemaal iets kunnen doen aan zelfmoordpreventie. Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800 0113 of ga naar 113.nl. Bedankt voor het kijken.